Moederdag is in het achterland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Bewoners, maar in het bijzonder de moeders en 60-plussers van het dorp Abenastong te Sipaliwini, zijn gisteren in de bloemetjes gezet. Bij deze Moederdag Special kregen de moeders een oorkonde voor hun deelname. De aanwezigen konden ook genieten van zang- en dansoptredens van verschillende groepen. De nieuwsdienst sprak de voorzitter van Stichting Venlo Pansu, Romeina Jeru, die het een genoegen vond om iets voor haar geboortedorp te doen. Jeru wil bij een volgende editie graag meer mensen van het gebied betrekken. Ik heb dit georganiseerd omdat ik vind dat mijn dorp te stil is. We moeten activiteiten organiseren in het dorp. En ik heb dit ook gedaan uit liefde, uit mijn hart. Dat ik dit kon doen om de ouders van 60 jaar naar boven in de bloemetjes te zetten. En ook dat ik me ook goed voel, want het is mijn vadersdorp en ik heb geen vader meer. Dus ik voel het goed van dat ik iets doe in mijn vaderdorp. Dus vandaar dat ik vandaag de Moederdag heb georganiseerd. En de opkomst was goed. De ouders hebben genoten. Ze hebben het zeer op prijs gesteld. En ze hebben heel positieve woorden naar mij toe gericht. Zodat ik verder kan gaan met mijn stappen en met mijn organisatie. Jeru wil het evenement volgend jaar weer organiseren, maar dan groter. Dorpsbewoonster Machteld Sandveld zegt dat er na jaren iets gedaan is voor de ouderen van Abenastong. De vrouw ben organiseer, maar om een jaar geleden naar de organisering. Daar ben sweetie, maar afro zijn we organiseer asani. Nou, mevrouw Sandveld, dan gaan we trouwen, maar aan de demoro. Ja, daar hoeven we een sweetie, alles maar hoeven we een sweetie. We hopen dat afro, mee in Paulus. Amus kom moro hei, famus du, asandisibaka. Sandveld zegt dat de ouderen graag meer activiteiten voor hun doelgroep georganiseerd willen hebben. Ze kijkt alvast uit naar een herhaling van het evenement.